Heren, zou je jezelf even voor kunnen stellen? Zeker. Mijn naam is Hans Jegers. Ik kom hier uit, woon hier in Oosterwijk. En we hebben met een driemanschap hebben we de Pickle Club vereniging opgericht. Nou, ja, hartstikke leuk. Ja, Kees Broijmans. Inderdaad, samen met Ton van den Berg, het derde lid, zijn we maand of drie geleden begonnen met het spelen van pickleball hier in de sporthal Den Donk. Voor het eerst kennis gemaakt in Vlijmen, in Den Bosch. En vervolgens hebben we besloten samen met Hans om een vereniging op te richten. En die is vanaf 7 september is die live. Voor wat voor leeftijd is het spel bedoeld? Ja, Hans die is voor alle leeftijden eigenlijk. Voor alle leeftijden. Het is, ik weet nog goed, toen ik met Tom en Kees in contact kwam en zij mij pickleball presenteerde, toen dacht ik op een gegeven moment, dit is voor mensen die toch een redelijke leeftijd bereikt hebben, niet meer zoveel kunnen en die kunnen nog wat gezellig een balletje in de weer slaan. Ik ben daar helemaal voor teruggekomen, want het is een echte sport. Maar die wel die elementen hebben van gezelligheid, met elkaar plezier maken. En het belangrijkste is dat het heel laagdrempelig is, toegankelijk. Als je een beetje gevoel voor een bal hebt, dan kun je het al doen. Waar kun je spelen? Nou ja, op dit moment in de directe omgeving van Oosterwijk in Vlijmen en Den Bosch. Maar ja, wij hebben dus gekozen voor Oosterwijk, omdat wij daar uit Oosterwijk komen of woonachtig zijn. Eigenlijk in de omgeving, verder omgeving, Tilburg is niks. Dus wij dachten, waarom niet in Oosterwijk, ja. In de Parel van Brabant. Precies. Mooie plaats. Dus we gaan hier beginnen in Sporthal Den Donk, overdekt. Maar het is ook belangrijk om te weten dat je de sport ook buiten kunt spelen. Oh, dat is wel heel erg interessant. En ja. Wat heb je er allemaal voor nodig? Nou, eigenlijk dit, dus een paddle noemen we dat. Dus dat is geen beetje. Het is een soort groot tafeltennisbedje, zal ik maar zeggen. Balletjes, die zijn van plastic met gaatjes, waardoor de bal wat minder snel dan een paddle of een tennisbal zeg maar, over het net komt. En eigenlijk is het dat. Ja. Sportschoenen natuurlijk. Sportschoenen, ja. En de bedoeling is, we stellen nu de paddles beschikbaar. Vooral omdat mensen ja, kennis willen maken met het spel. En het zodra ze dus zeggen, hé, hey, dit is iets voor mij, dan kunnen ze lid worden. Maar de bedoeling is dan dat ze uiteindelijk zelf ook dat paddle gaan aanschaffen. De ballen zullen altijd door de vereniging beschikbaar gesteld worden. Nou, ik heb dus begrepen dat het een vereniging is. Heeft die vereniging ook inmiddels al een naam? Ja, die hebben we. Ons plezier. Je kunt je aanmelden nu nog. We kunnen zo meteen even naar de tafel lopen. Schrijf ik in. En we hebben dus een app. We doen dat via WhatsApp. Al degenen die lid zijn of die kenbaar hebben gemaakt dat ze het leuk vinden, wel eens willen meedoen. Nog niet bijvoorbeeld een lid willen worden, dat pas later misschien toe komen, die worden in die app opgenomen. En dan krijgen ze te horen, te lezen, dat ze worden uitgenodigd, bijvoorbeeld zoals we dat nu doen, om dinsdagochtend tussen half tien en half twaalf hier te spelen. En we gaan vanaf 7 september op de zaterdag spelen. En dan kun je opgeven, ik ben er. Of ik ben er niet. Wat misschien in aanvulling erop, Hans, leuk is om te melden, dat je dit spel zowel in dubbelvorm kunt spelen. Dus je speelt het op een badmintonveld, waardoor je wat minder hoeft te lopen in vergelijking met tennis bijvoorbeeld. Maar je kunt het ook als single spelen. Dus je kunt met twee of met vier mensen spelen. Beide spelvormen zijn mogelijk. En dat is bijvoorbeeld bij padel niet. Het is geen wedstrijd of padel of pickleball of tennis het leukste is, maar het is wel belangrijk om te melden of het verschil is. Nou, hartstikke leuk. Ik heb eigenlijk meer dan voldoende informatie van jullie gekregen. Ik ga kijken of ik mijn eigen zelf dat aan kan melden. Bij ik zou het leuk. Ik zou het zeker doen. En echt, geloof me, je zult zien als je ook dit gaat doen, je hebt ontzettend veel plezier. Ja, dat heb ik inmiddels wel gezien. Ik heb wel gezien aan alle mensen die op de baan staan, dus dat met liefde en plezier het spel spelen. Ja. Heren, ik mag jullie heel erg hartelijk danken. Ik wens je heel veel succes met het nieuwe spel. Dank je wel. En succes voor de toekomst. Dank je wel. Dank je.